liefste internetfamilie, het is vrijdagmiddag en dat betekent dat het weer tijd is voor een leuke, lekkere video. Of niet dan? Ik heb er weer heel veel zin in. Het is weer tijd voor een raadje plaatje. En ik ben natuurlijk weer heel benieuwd wat voor plaatje we vandaag weer gaan raden. Tim zit muzikale plaatjes. Muzikale plaatjes. Lekker. Tim zit weer op 1,5 meter afstand van mij. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd, wat gaan we raden vandaag? We gaan Disney-liedjes raden. Oh my god! Yes! Daar ben ik goed in. Disney-liedjes waarin wordt gezongen of wordt gesproken. Oké, okay, nice. Ja. Ik heb ooit al een keer een Disney een challenge gedaan met Lisa Michels. Eigenlijk dit spelletje, maar dan speelde het met z'n tweeën. En uiteraard had ik gewoon gewonnen. Want ja. Het zijn inmiddels alweer 4 jaar weer verder. Er zijn weer heel veel nieuwe Disney films bijgekomen. Misschien dat er weer andere dingen tussen zitten. Oh, nou, ik heb er helemaal zin in. Pak even mijn Mickey erbij. Okay. Dat is even voor mijn mascotte. Mijn mascotte. Om het om gewoon te voelen. Ja. Je krijgt alles maar 1 seconde te horen. Oké, 1 seconde, yes. Ja. En je wil ook de film weten? Gewoon de film en het liedje. Oké, okay, yes. Nou, let's do it! In every job. Stop. Mary Poppins. En het liedje is A Spoonful of Sugar. There is an element of fun. Oh. Find the fun. And snap. The job's again. And the text is of sugar must the medicine go down, the medicine go down, medicine go down, ja. Classic. Classic. Met Julie Andrews. Mooi. Next. Stop. Ik heb maar 1 seconde dus. Ja. Be our guest uit Beauty and the Beast. Be our guest. Be our guest. Put the service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide the rest. Sommige de jour, ik ken de tekst niet zo, ik ben zo goed in teksten. Nee, laat me dan. Zet ik u in vuur en vlam? Weet ik, dat is in het Engels. Ja, het zijn wel het Engels. Ja, dat kan ik toch allemaal niet. Ik heb geen Engels mee. Ja, heel vaak goed. Dank je. Ik heb zo'n vermoeden dat dit weer een heel makkelijke video is. Denk je dat ik 20 punten ga halen? Ja. Oh, dat hoop ik ook. Next. Stop. Colors of the Wind. Pocahontas. Jezus. Weet je wie dit in het Nederlands heeft ingezongen? Nee, joh. Pia Douwers. Dit vind ik misschien een van de prachtigste liedjes. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you think you never knew, you never knew. Dit wordt het mooiste. Have you ever heard a wolf cry to the blue corn moon? Or ask a grinning bobcat why he grinned? Mooi op de bobcat. The voices of the mountain. Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Dat is toch eventjes, hè? Stop. Dat is toch mooi geschreven? Ja. Kom er maar eens op. Leg het maar eens uit. Zo poëtisch. Zo poëtisch. Wat betekent dat? Je doet hem wel allemaal alsof je alles weet en is, maar heb jij ooit geschilderd met de kleuren van de wind? Heb je ooit in jouw hoofd een schilderij, heb je ooit in de natuur gestaan en heb je de wind opgesnoven en de geuren gerookt en daarmee in je hoofd een schilderij gemaakt met alle kleuren die de wind ons geeft? Heb jij dat ooit gedaan? Ja, wat betekent dat nou? Dat schets ik toch? Dat is toch heel duidelijk? Maar waar staat dat voor? Dat je één bent met de natuur. Oké, ik dacht dat het ging over hoe je je kan inbeelden en inleven in mensen die in situaties zitten die jou onbekend zijn. Ja, dat ook. Oké. Next! Stop. How Far I'll Go van Vaiana. I've been staring to the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. Voel je al die tendens zo dat je denkt, oh ja, nu gaat er iets gebeuren. Ze is heel snel rennen. Nog niet, ze gaat een stap of zo. En dan draait ze zich om. Is dat mooi? En vind ik heel mooi dat je dan zeg maar zo
hoor je de, zo'n horen zo op de achtergrond. Oh, ja. Hoor je dat niet? Ik vind het nummer mooier als ik de film erbij niet zie. Ja, maar dan ga je echt luisteren naar wat er allemaal eigenlijk allemaal verscholen zit in die muziek. Ik denk dat dit mijn favoriete Disney film is. Dus niet per se een Disney Pixar film, maar gewoon Disney film vind ik dit een van de mooiste films. En ook heel emotioneel. Next. Stop. Mulan? Ja. How will I make a man out of you? Make a man out of you. Stop. Ja, dat ik heel benieuwd naar ben. Nou. Want ik baal echt als een stekker dat die film niet uitgekomen is. Ja. Dat die is uitgesteld vanwege de... Ja. En ik vind het heel jammer. Maar wat ik me afvraag, ik weet niet of jij dat weet. Nou. Zitten de liedjes ook in die nieuwe film? Volgens mij wordt die niet gezongen. Maar dat weet ik niet zeker. Weet iemand dit, als jij het weet, zit in Mulan, zit daar in de nieuwe film, zitten er ook de liedjes in, want er zijn ook een aantal mooie nummers hoor. Mm-hmm. Laat het even in de reactie wat weten, ik zou het heel fijn vinden. Ik wil wel, als zij ergens zo heel zielig en alleen zo ergens in haar paleistuin loopt, wil ik wel... Na, 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 na. Next! The Bare Necessities uit Jungle Book. Leren kan van slimme bieren leren kan. Ken je dat niet? Je kent dit niet? Jawel. Oh, ik wil al zeggen, dat is toch een van de bekendere nummers? Ja. Als je van bieren leren kan. Als je van bieren leren kan, van slimme bieren leren kan. Dat is echt iets wat je echt eens keer moet doen of zo. Dat als je profiteren kan, van slimme bieren leren kan. Next. Stop. Wat is dit? Rapunzel. Ja. When Will My Life Begin? Dit is een hele leuke film. Ooit gezien? Nee! Toen ik de winters op een morning line-up. Started with your best visit of the summer. And I read a book, a baby to or be. In Nederland was dit Kimmelian van der Meij. Kijk eens aan. En weet je dat ook weer? Ja. Leuke informatie toch? Die je dan verschaf zo tijdens een aflevering. Jemig. Next! Oh, dit is nieuw. Dit is namelijk een van de mindere nummers uit de film. Het komt uit Frozen 2. Mm-hmm. Lost in the Woods heet dit. Ik was in de veronderstelling dat er een hele beweging was rondom deze film. Die vond dat dit de soundtrack zou moeten zijn. En niet dat andere. Waarom? We willen toch alleen maar wat Elsa zingt, vinden we leuk. Dat wel grappig is dat ze dit in de film zo hebben opgenomen als bijna een soort van Queen-achtige Bohemian Rhapsody. Echt? Ja, dat is heel grappig. Let op. Oké. Okay. Dit zijn elanden. Rendieren. En wat denk je nou dat er gebeurt hier? Dan vindt hij ze weer terug. Nee. Hij is verdwaald. Hij is verdwaald. Maar niet echt verdwaald. Tegen. Niet echt verdwaald. Hij is mentaal, is hij het kwijt. Wat hij dan zal doen? Hij loopt een diep meer in. Kijk de film! Next! Stop! Ik kende dit nummer dus niet. Dit is even, maar eventjes. Wat wil je erover zeggen? Heel deze film is... fantastisch. Kijk, ik heb deze film dus ook nog nooit gezien. Dit is, om even antwoord te geven op de vraag. Dit is Zero to Hero uit Hercules. Ja. Dat zijn twee punten. Ja. Speel hem even af. Bless my soul. Her was on a roll. Her's another week and then there will be a bow. What a
show. Stop. Nu moet je eventjes een ander lied opzoeken. Oh. The Gospel Truth. Tijd voor het nieuws. Ik weet het, wat je gaat zeggen. Er wordt een live action gemaakt van deze film. En mensen gaan er dus voor dat onder andere Beyoncé een van die nieuws zijn. Niet alweer. En Lizzo. Nu is het en tijd voor andere mensen. Kelly Rowland. En ja, maar ze zijn met z'n volgens mij 5 of zo. Het is een heel rijtje. Nou, ik zie het helemaal warmen. Oké, de laatste. Is dat de laatste? Dat is de laatste. Ach. Stop. Oh, dit vind ik toch ook zo'n leuk liedje. Don't make me mad. Het komt uit Princess the Frog. Ja. Yeah. En het heet Dig a Little Deeper. Ook gospel. Ja, love it. Ah, een beetje New Orleans-achtige jazzy sound. Don't ever make me feel like. Heb je deze film gezien? Nope. Echt waar, Tim. Schaam je. Dit is de film met de allereerste donkere zwarte prinses in een Disney film. Ja. En dat is gewoon geschiedenis en dat heb je niet gezien? Ik kende het ook niet. Hoe kunnen we vrienden zijn? Weet je wat ik leuk vind aan Disney is dat zij niet die sprookjes één op één namaken in een film. Maar dat ze echt op zoek gaan naar een dieper liggend verhaal. In eerste instantie, de bedoeling was dat Elsa de slechte ijskoningin zou zijn. En eigenlijk de bad guy van de film zou zijn. Dus ja. Twee zussen waarvan de ene dus een ijskoningin is en slecht is. En de ander. En de andere goed. En toen hebben dus de makers, die hadden dus Let It Go geschreven. En toen daar waren ze bij Disney zo ontzettend van onder de indruk. Dat ze heel de film hebben herschreven rondom Let It Go. Hebben ze de hele film, waar ze dus al maanden mee bezig waren en dat alles af was. Hebben ze allemaal van tafel gegooid. En ze hebben een nieuwe film geschreven rondom Let It Go. Hoeveel punten heb ik? Je hebt er 20. Ik wil wel weten wat jouw 3 favoriete Disney-nummers zijn. Maak eens een selectie. Op nummer 1 staat toch echt Let It Go. Oh ja? Ja. Echt omdat, kijk, iedereen vindt dat inmiddels hartstikke uitgekoud en alles, hè. Maar als je echt gewoon luistert naar hoe dat nummer geschreven is, is dat echt wel een van de best geschreven Disney-nummers. Call of the Wind? 2? Ja, ik vind dat wel echt mooi. Okay. Ik ga sowieso 1000 dingen hebben overgeslagen. Maar ik denk How Far I'll Go van Jana vind ik ook echt wel heel erg mooi. Ja. Voor nu even. Maar als ik nog een aantal andere highlights mag noemen waarvan ik wel denk dan... De opening van The Lion King natuurlijk weergaloos vind. He Lives in You. Dat is de opening van The Lion King 2. En ik moet zeggen dat ik ook het laatste nummer in Coco prachtig vind. Dan moet ik ook blijven. Maar er zijn nog veel meer mooie nummers. En wat vind jij nou echt? Slecht. Als ik zeg maar nu Disney hits doe en ik zeg van oh, wat zou je doorspoelen? Dit spoel ik door. Sakatoona, mitje kapoona, bippetiepap. Dat spoel ik wel door. Yeah. Ik ben niet heel erg fan van Beauty and the Beast. Wel mooie muziek hoor, maar dit is ook iets wat ik wel snel doorspoel. Yeah. En ook gewoon Beauty and the Beast. Yeah. Yeah. Goed. Nou, ik heb weer 20 punten gescoord. Ik ben weer echt trots op mezelf. Ik heb veel plezier gehad. Ik vond het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat het zeker weten hier door hierop te klikken. Daarop te klikken. Of daarop te klikken. En als je zelf iets anders wil wat ik ga raden de volgende keer. Dan kun je het laten weten in de reactiebalk hieronder. En ik zie je graag volgende week vrijdag weer terug. Dikke doei! Doei!